Jan Eversen, nee. Ik ben een beetje geschrokken toen ik de VO-verslag. Sparta is geen kampioensploeg, al dus Jan Eversen. En dan praat je over de pure situatie van dit moment. Als je 19 goals tegen krijgt in 11 wedstrijden, dat zijn geen statistieken van een kampioensploeg. Laten we het daarop houden. Maar jij vindt dus nog wel dat Sparta kampioen moet worden? Wij kunnen kampioen worden als, als iedereen beseft dat je, als je kampioen moet worden, ook in de uitwedstrijden gewoon moet poetsen, zeg even ouderwets. En dan kunnen wij, dan zouden wij de kampioen kunnen worden. Alleen ik kijk even naar de situatie op dit moment. En dan zie je dat we thuis 14 punten pakken uit 4 in 5 wedstrijden. En dat zijn geen cijfers van de kampioensploeg. Dat is gewoon, ja, dat is realisme. Is dat ook een mededeling om je ploeg wakker te schudden? Want die lezen de VI allemaal. Ik ga ervan uit dat ze het lezen, maar dat is niet dat is voor het eerst dat ze dat horen. Want wij bespreken wekelijks een wedstrijd na, we bespreken een tegenstander, er wordt veel gecommuniceerd. Dus die weten precies waar ze staan. En ik denk dat de spelers ook beseffen dat ze met de vele calls die we tegenkrijgen en de manier waarop we vrijheid aan gespeeld hebben, dat je daar niet nummer 1 wordt in de eerste divisie. Dus we vertellen niks nieuws. Wat dat betreft zijn die geluiden ook wel eerder goed. En dus gaat de bezem door de selectie, heb ik begrepen. Geen Rutjes, geen Kras, geen Slijngaard. Kras is geblesseerd, Slijger is geschorst. Ik weet niet of Nathan gaat spelen of niet, daar moeten we natuurlijk over nadenken. We hebben verschillende mogelijkheden. Maar door schorsingen en blessures zullen een aantal andere spelers gaan spelen. En Henk Duikhuizen bijvoorbeeld? Ja, die kans is heel groot. Henkie treedt al aan te weten mee met ons, maar uit A-junioren. Hij is een van de spelers met potentie uit A-junioren en die treedt een aantal weken mee en doet het goed. En aangezien wij op de rechtsbackpositie behoorlijk wat problemen hebben, dan vertel ik niks nieuws en niks bijzonders. Is dat een hele goede kans dat hij gaat spelen, dus zeg maar van 99,99%. Wat is dat toch op die rechtsbackpositie? Je noemt het zelf al, we hebben daar Boatje gehad, Downey, Rutjes, Dijkhuizen zou nummer 4 al zijn. Nou ja, het is een plek die heel gek, maar die tegenwoordig heel veel ploegen moeilijk in te vullen is. En dat is niet alleen bij Sparta, maar kijk maar in de absolute top waar nog rechtsbacks lopen. Feyenoord heeft er problemen mee. Ajax heeft Van Driel ook, maar daarachter hebben ze ook niets meer. En die hebben jarenlang ook problemen gekend. Dus kijk maar naar de linksbackpositie. Anita is een middenvelder. Hij speelt aan linksback, rechtsbeenig. De backposities zijn tegenwoordig slecht in te vullen. En ik denk dat het ook te maken heeft met de manier waarop er gescout wordt bij de DVR. En ook de manschap. Ja, je ziet dat ze met de doppen heel veel herrie kunnen maken. Dus, kijk, dat heeft te maken met het meer van scouten. Als je bij ons kijkt bij een open dag, en ik heb dat heel wel gezien, dan worden altijd die leuke drimmelaadjes en aanvallers eruit gehaald. Maar verdedigers worden nauwelijks nog gescout. Die vallen ook meestal nieuw. En dat heeft zijn consequentie voor in de verdere loop van je opleiding. Dat echte verdedigers die worden geboren, maar die worden niet gescout. Ik denk dat dat één van de redenen is. Door schorsing van Slijngaard en dus blessure van Kras ben je gedwongen te wisselen. Maar had jij ook gaan wisselen als die gasten niet geschorst of geblesseerd waren, na aanleiding van afgelopen vrijdag? Nou, die kans was wel groot geweest. Ja. Ik ben afgelopen vrijdag was ik absoluut ontevreden. Kijk, we hebben ook bij Zwolle verloren, maar nou, dat vond ik een uur dat we dan wel heel goed speelden. En gewoon een heel hoog niveau haalden. Alleen dan kom je met 10 man te staan. En dat bij RBC was het niks na die 12-1. Nou, dat is nog enigszins te verklaren. Maar als je Den Bosch uitgaat en je weet hoe ze spelen, we wisten alles van tevoren, dat weten ze ook van ons, dan kan je niet zo voor de dag komen. En dat beseft ook iedereen wel hoor. Want van de week maandag hebben we bijna 2 uur op tafel gezeten. En dan komen er ook dingen uit de groep en, die misschien kunnen veranderen. Nou, wij zijn nooit te oud om te leren. En ik denk dat het een prima gesprek is geweest. En ik denk een prima. Weet dat, moet je nou zeggen, een voorbode voor morgen. Wat wil de groep dat jij verandert dan? Nou, dat heeft ook met de omstandigheden te maken. En de jongens die klagen wel over behoorlijk zware benen. Nou, dat heeft te maken met de intensiteit van de training, maar ook met de omstandigheden van het veld. Wij hebben natuurlijk een heel zwaar trainingsveld. En aangezien je met een jonge groep zit, waar je wil daar heel veel mee doen. En soms kan je misschien beter eens een keer gas terugnemen. En ik ben iemand die wel altijd, het moet altijd goed zijn, het moet perfect zijn en het moet in een hoog tempo en een goede uitvoering. En dan is de intensiteit, zeker op zo'n veld, is dan behoorlijk pittig. Nou, wij luisteren daarnaar en we houden daar rekening mee. Ben Wessels was een top materiaalman en ook een top cameraman, hè? Nou, hij had vanaf nu Ben Haanstra. Dus hij kon, kijk, als het bij Sparta nooit wat wordt met hem, maar dat geloof ik niet, dan kan hij altijd nog cameraman worden bij TV Rijnland. Perfect, ja. Thank you. Oké. Okay. Waren ze nog geschrokken van een stuk in de VD? Ja.